De komst van een extra opvanglocatie op het industrieterrein in Werkendam zorgt voor commotie. De gemeente Altena wil minstens 60 Oekraïners en statushouders opvangen in een leegstaand kantoorpand aan de Vierlingstraat 17 in Werkendam. Ondernemersvereniging Bruine Keellaven is niet blij met dit besluit. We waren natuurlijk, het eerste bericht waren we al totaal overdonderd eigenlijk en heel erg verrast. Het is überhaupt al niet de eerste keer dat dit ons gebeurt. Als ik eerlijk moet zijn, we hebben natuurlijk al arbeidsmigranten hier gehad. We hebben frontrunners gehad, we hebben tanjouws gehad. Dus dit is de vierde keer dat eigenlijk, ondanks dat wij dan of een BIS hebben of een ondernemersvereniging hebben, eigenlijk door de gemeente heel zacht gezegd genegeerd worden en niet meegenomen worden in de dingen die hun graag zouden willen. Naast dat de ondernemersvereniging de locatie onveilig en niet passend vindt, voelen de ondernemers zich ook genegeerd door de gemeente. Nee, we zitten toch regelmatig om een tafel met de gemeente. We hebben hier als energieinstituut in Nederland een KVOB, dat wil zeggen keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen. Nou, daar komt best het een en ander bekijken. Dat doen we dus samen met politie en brandweer en de gemeente. En daar is ook de gemeente dan mee in verantwoordelijk voor. Maar wat stel ik dan nog voor, bij wijze van spreken? Die communicatie had er gewoon moeten zijn. En ik heb ook desbetreffende persoon die met ons communiceert van hier de gemeente wel gebeld. Maar die zegt, ik doe economie, ik weet hier niets van. Wij worden dus hier totaal in genegeerd. Dus ook naar onze achterban. Wij verkondigen dat wij eigenlijk goede contacten met de gemeente hebben, maar uiteindelijk blijkt het niet zoveel voor te stellen helaas. De gemeente liet eerder weten geen asielzoekers op te vangen in de gemeente Altena en alleen opvang te bieden voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Ja, het is misschien ook voor mensen moeilijk te begrijpen als je alle beelden iedere avond op tv ziet, maar om het proberen zo makkelijk mogelijk te maken, een asielzoeker is iemand die zich aanmeldt in Ter Apel en nog een hele procedure moet doorlopen. Een statushouder is iemand die hier mag blijven, waarvan bepaald is dat hij echt vluchteling is, dat hij hier mag blijven, waarvan de verantwoordelijkheid ook is voor gemeenten, dat hebben we zo geregeld, om die mensen een plek te geven waar ze kunnen wonen, waar ze kunnen gaan inburgeren, waar ze ook kunnen gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Nou, die verantwoordelijkheid hebben gemeenten, de verantwoordelijkheid voor de asielprocedure, die ligt bij het Rijk. Bij de ondernemers wringt het dat bedrijfseigenaar of werknemers geen vergunning krijgen om te wonen op het industrieterrein, maar er nu voor de komst van statushouders en vluchtelingen een uitzondering wordt gemaakt. Nou, überhaupt is het al een stelling van de gemeente dat je hier zonder middel niet mag wonen. Het eerste stuk industrieterrein Bruine Keellaven mochten de mensen vroeger wel wonen. Die woonbestemmingen zijn allemaal ingetrokken. Dus, en nu zou dan in één keer alles wel kunnen. De omgeving is ook, als je erop aankomt, niet geschikt om mensen te huisvesten. En zeker niet, denk 60 mensen op een kluitje. En dan geen voorzieningen, geen fietspad, geen voetpad, geen recreatievoorzieningen. Mensen kunnen nu niet shoppen, die kunnen niet even naar het dorp. Want die mogelijkheden zijn er op het moment gewoon niet. Daarnaast maken de omwonenden zich zorgen over de overlast. Ja, dat is zeker. Als je weet dat er heel veel voetgangers gaan lopen en meer fietsverkeer komt en sowieso überhaupt meer traffic komt. Ja, dan maak je eigenlijk zeker zorgen. We gunnen die mensen allemaal een goede plek, maar dan denk je, dit is van normaal niet, dat is zeker niet de juiste plek waar die mensen horen zitten. En zeker niet als je wil socialiseren, dan zit je hier op de verkeerde plek. Want hier is 's avonds is er sowieso buiten de vrachtverkeer niks te doen. Dus je kan die 's avonds niet buiten lopen, je kan niet even ergens naartoe. De oversteekplaatsen zijn er zeker niet voor geschikt. Dus ik denk niet dat die mensen die hier zouden komen daar gelukkig van worden. Naar aanleiding van de commotie is er al een gesprek geweest met de gemeente Altena. Ja, we hebben woensdag op uitnodiging van ons hebben de burgemeester hier op ons industrieterrein uitgenodigd. Die is samen met Wendy van Ooyen is hier geweest. Nou, de burgemeester heeft daar eigenlijk wel hoofdzakelijk het woord gevoerd. Maar komen daar concrete dingetjes uit? Als ik het globaal moet schetsen, dan is het, we zetten ze wel neer en we zien wel hoe dat gaat lopen. En dat is wat ons een beetje tegen de borst stuit. Ja, dat kan je niet maken. Wij kunnen ook niet een bedrijf zomaar iets doen en we zien wel hoe het gaat lopen. Want wij moeten ook een risico-inventaris doen. En ik denk dat de gemeente ook een risico-inventaris moet doen. En die is gewoon niet gebeurd. En als je die moet doen, klopt er hier niks van. Is het niet te laat? Is het überhaupt nog tegen te houden, denken jullie? Ja, wat mij betreft is het onverantwoord en ondoordacht. Ja, ik weet niet wat de burgemeester natuurlijk zelf wil, maar ik zou het niet aandurven, wil ik zo zeggen. Dus het is niet mijn pakje aan, maar ik zou die verantwoordelijkheid niet kunnen nemen.
Vanaf eind oktober zouden de eerste bewoners moeten worden opgevangen aan de Veerlingstraat 17 in Werkendam.